Goedenavond, welkom opnieuw op deze wekelijkse webinar voor de Oosterweel Werken. Vanavond gaan we het hebben over de zone hier achter mij. In die zone van het complex Merksem zal aanstaande vrijdag een nieuwe verkeerssituatie in volgen gaan. Wat er precies gaat gebeuren, dat leg ik jullie zo dadelijk uit. De werken zijn een voorbereiding op het bouwen van een verdiepte ring. En hoe we dat precies gaan doen, dat ga ik jullie ook toelichten. We sluiten de webinar vanavond af met een fotowedstrijd. En wat jullie kunnen winnen, dat ga ik jullie straks vertellen. Ik ben Gerlinde Dont, ik ben werfcommunicator bij Landis en ik ben opnieuw jullie gastvrouw vanavond. Terwijl ik mijn presentatie zoek, kunnen jullie misschien alvast even in de chatbox schrijven van waar jullie zijn. Dat is voor mij altijd fijn om te weten. Ja, het gaat over deze zone op de Groenendaallaan aan het viaduct van Merksem, waar we het complex, het op- en afrittencomplex aanpassen. Er zijn al aanpassingen gebeurd en er komen nog nieuwe aanpassingen aan. Om jullie even te situeren, dit is de kaart met het projectgebied van de Oosterweelwerken. De werken op Linkeroever Zwijndrecht, de bouw van een nieuwe Scheldetunnel, een nieuw Oosterweelknooppunt om naar de haven te gaan of het noorden van Antwerpen hier. En dan de bouw van nieuwe tunnels die de ring rondmaken en aansluiten op het afgebroken viaduct van Merksem dat we verdiept aanleggen. En de webinar vanavond gaat over deze zone, de zone van het op- en afrittencomplex Merksem en de Groenendaallaan. Daar zijn voorbereidende werken. Dit is een beeldje van de situatie ongeveer vandaag. Dat is een tijdje geleden, deze foto. We hebben hier de ring richting Nederland. We hebben de afrit komende van Merksem. We hebben de Groenendaallaan, de Lambrechtshoekenlaan en verderop de Mazurenbrug. De omgeving zal er in de toekomst als volgt uitzien. De ring zit volledig verdiept onder de Groenendaallaan onderdoor. Dus waar je vandaag de dag de afrit neemt in Merksem en terechtkomt op de Groenendaallaan, zie je het viaduct van Merksem voor je, hè, zoals op de eerste foto daar straks. Maar we gaan die ring verdiept aanleggen onder die Groenendaallaan onderdoor. En langsheen die Groenendaallaan creëren we eigenlijk het ringpark Groenendaallaan met een parkbrug voor fietsers en wandelaars langsheen de ring over die Groenendaal. Nu, aanstaande vrijdag zal er een nieuwe verkeerssituatie zijn in het complex 1 Merksem. Want we moeten natuurlijk alles bouwen de komende jaren en daarvoor doen we voorbereidende werken. Er zal een verkeersomzetting zijn op het kruispunt Groenendaallaan, afrit Merksem en Lambrechtshoekenlaan. Dus waar hebben we het over? We hebben hier de ring. Hier in het midden in beeld de Groenendaallaan die onder dat viaduct onderdoor gaat. En we hebben hier de Lambrechtshoekenlaan. Het is dit kruispunt dat we gaan aanpassen en de afrit komende van Merksem op een betere manier afwikkelen aan dit kruispunt. De toekomstige oprit of de toekomstige afrit hier naar de Groenendaallaan, die verdwijnt. Dus deze afrit die verdwijnt vanaf vrijdag en al het verkeer komende vanuit het zuiden zal deze afrit nemen. Ik licht dat even toe. Dus wat is vandaag de situatie in het op- en afrittencomplex Merksem? We hebben hier op het kaartje de ring. Vandaag is de oprit richting noorden afgesloten aan de noordkant van de Groenendaallaan en ook de oprit richting noorden, richting Nederland aan de zuidkant van de Groenendaallaan. Het verkeer dat richting Nederland of richting Stabroek of Kleine Bareel wilt rijden, dat verkeer dat rijdt via de Noorderlaan naar het complex Ekeren
en kan dan de A12 nemen of de E19 nemen. Dus dat is de situatie die sinds 18 november vorig jaar in vogen is en dat duurt nog tot het einde van de Oosterweelwerken. Maar vanaf vrijdag voegen we daar nog een extra situatie aan toe. We gaan namelijk de noordelijke afrit Merksem afsluiten. Dat betekent dat we de zuidelijke afrit hebben uitgebreid en dat we extra opstelstroken voor het bereiken van die Groenendaallaan, dit is hier de Groenendaallaan, hebben voorzien. Dus links hier buiten beeld heb je de ring, het viaduct van Merksem. We hebben komende van het zuiden de afrit. Vandaag kan je rechtdoor rijden richting Lambrechtshoekelaan of afslaan richting Merksem. Het verkeer dat normaal gezien de noordelijke afrit Merksem zou nemen naar de Groenendaallaan, dat gaan we daar nu bijsteken. En daarvoor hebben we die zuidelijke afrit uitgebreid. We hebben ook ervoor gezorgd dat fietsers die hier aan de werfzone niet kunnen passeren, dat die op een veilige en comfortabele manier naar de zuidkant worden gebracht. En we voorzien daarvoor een uitbreiding van het fietspad en veilige oversteken. Dus dat is voor het fietsverkeer vanuit die Lambrechtshoekelaan en om over te steken richting de zuidkant van de Groenendaallaan. Hoe ziet dat eruit? Vandaag heb je één rijstrook als je de afrit neemt, komende vanuit het zuiden op de ring naar de Groenendaallaan. We hebben daar nu afritten, extra rijstroken bijgebouwd. Dit is de rijstrook voor het werfverkeer, maar vanaf vrijdag gaan we dat aan deze zijde openzetten en zorgen we ervoor dat we vier rijstroken hebben richting Groenendaallaan. En dan kom je hier aan de, dus vooraan in beeld, de Groenendaallaan. Dit is die afrit komende van Merksem. Je hebt één rijstrook rechtdoor, één rijstrook rechtdoor richting Lambrechtshoekelaan en een afslag rechts naar Merksem. En dan hebben we twee nieuwe rijstroken voorzien voor het verkeer dat richting Kinepolis moet rijden. En dat kan voortaan langs hier afslaan. Dus het verkeer dat normaal op de ring rechtdoor zou rijden en dan de volgende afrit Merksem zou nemen, zal dat vanaf vrijdagavond laat niet meer kunnen doen. Dus we zullen het verkeer langs hier rijden en dan ga je voor staan hier de richting Kinepolis, richting Noorderlaan kunnen rijden. We hebben ook het fietsverkeer aangepast. We zorgen ervoor dat er veilige fietsoversteeklichten worden voorzien en dat fietsers op een veilige manier al dat verkeer kunnen passeren. Dus het gaat hier om die afrit, komende vanuit het zuiden op de ring. Je komt terecht op de Groenendaallaan. Normaal kon je niet links afslaan. We hebben nu opstelstroken voorzien, zodat je wel links kan afslaan richting Kinepolis. Uiteraard kan je ook rechts afslaan richting Merksem of rechtdoor rijden richting Lambrechtshoekelaan naast de McDonald's. Het fietsverkeer wordt op dit kruispunt aanstaande vrijdag, dankzij die verkeerslichten, wordt dat beter beveiligd en we voorzien hier ook een verbetering van het fietspad richting Kinepolis. De komende dagen gaan we nog die aanpassing van dat kruispunt verder voorbereiden. Er komen wegmarkeringen, de lichtregeling wordt getest enzovoort. Dat is voor de situatie vanaf aanstaande vrijdagavond. Hoe ziet het er in de toekomst nog uit voor dit complex? Dus het complex Merksem, daar zullen we het komende jaar verder voorbereidende werken doen voor het verdiepen van die ring en het bouw van een bypass. Het blijft zo dat de oprit richting noorden, dus deze oprit aan de noordzijde en deze oprit aan de zuidzijde, dat die twee opritten richting noorden afgesloten blijven tot het einde van de werken. Ook de afrit
komende vanuit het zuiden naar de Groenendaallaan. Die gaat dicht vanaf eind deze week, hè, dus vanaf vrijdag. En het verkeer dat van het zuiden komt, komt dus op die Groenendaallaan terecht en kan richting Kinepolis of richting Merksem rijden. Dan zal het de komende vanuit het noorden zal het verkeer richting of het verkeer beter gezegd in Merksem richting zuiden zal de oprit naar de ring kunnen blijven nemen, maar vanaf voorjaar 2023 sluiten we de afrit komende vanuit het noorden richting de Groenendaallaan. De principes blijven als volgt. Al het verkeer vanuit Merksem van en naar de Noorderkempen, dat gebeurt via het complex Ekeren, dus via die Noorderlaan. Ga je richting noorden, naar het zuiden kan je via het complex Merksem blijven rijden. Dus je kan oprijden richting zuiden en je kan eraf richting zuiden. Moet je naar het noorden, dan ga je via de Noorderlaan naar het complex Ekeren. En dat is dus allemaal nodig omdat we, ja, waar dat vandaag die op- en afritten zijn, dat we die volop aan het voorbereiden zijn voor onze werken, voor het verdiepen van de ring, voor de bouw van dat ringpark, de bouw van de bypass. We moeten nieuwe putten, diepe persputten maken om hier onder de Groenendaallaan kabels en leidingen te kunnen trekken ter voorbereiding van onze werken. We moeten diepwanden kunnen bouwen enzovoort. Ik ga jullie even meenemen in het toekomstplaatje. Wat gaan we precies bouwen? We bouwen een vernieuwde ring, een nieuw op- en afrittencomplex en het ringpark Groenendaal. Dit is de bestaande situatie nog eens met de ring hier midden in beeld. We hebben de Groenendaallaan die onder die ring onderdoor gaat, de blokken van de luchtbal, hierachter de Kinepolis. En hier hebben we de wijk van Merksem. We hebben deze afrit komende vanuit het zuiden, die we nu vanaf vrijdag aanpassen. Deze oprit richting Nederland is al verdwenen. Dat is enkel nog een werfoprit. En ook deze afrit verdwijnt vanaf vrijdag. Dat gaat allemaal via deze afrit gebeuren en ook de oprit richting noorden is reeds afgesloten. Kijk goed naar hoe die omgeving hier verandert. We hebben de Groenendaallaan onder de ring onderdoor. En in de toekomst gaat dat er als volgt uitzien. De ring is hier volledig verdwenen onder dat ringpark. En de ring gaat in plaats van over de Groenendaallaan, onder de Groenendaallaan onderdoor. Over de Groenendaallaan krijgen we een parkbrug die eigenlijk dit gebied aan de Groenendaallaan verbindt met dat andere gebied en verder overgaat in het bermenlandschap langs heen Merksem richting Mazurenbrug. Spoorlijn die ligt hier, daar kunnen we niets aan doen. En hier hebben we dan de op- en afritten komende van die verdiepte ring die dus volledig onder de Groenendaallaan ligt. Ik heb nog een ander beeldje om dat duidelijk te maken. Dus dat is een beetje vanuit de andere richting bekeken. De ring komt hier onder het Albertkanaal onderdoor. We hebben dan hier de afrit naar Merksem. De ring gaat verder onder de Groenendaallaan onderdoor en komt dan terug boven om verder richting noorden te rijden. En hier hebben we die Groenendaallaan die dus boven de ring rijdt met dan dat parklandschap dat zich verder over de Groenendaallaan doortrekt langsheen die ring richting noorden. Dat is nog eens een beeldje, niet van de ring, maar van die Groenendaallaan. De ring loopt helemaal onder die Groenendaallaan onderdoor. En dit zijn de op- en afrit komende vanuit het noorden, aan deze zijde van de Groenendaallaan. En hier heb ik nog een ander beeldje van de op- en afritten komende vanuit het zuiden. En hier zie je die parkbrug over die Groenendaallaan. Daardoor creëer je een veel rustiger beeld van die Groenendaallaan. Dus dit is de afrit komende vanuit het noorden, de oprit richting ring, richting noorden.
Dus dit is de Groenendaallaan en de ring gaat er nog volledig onderdoor. We zien die ring hier niet. En overal in dat parklandschap worden fiets- en voetpaden doorgetrokken om eigenlijk het ringfietspad verder door te trekken naar het noorden. Nu, hoe gaan we die verdiepte ring bouwen? Dat doen we met vier grote stappen. We gaan een bypass bouwen voor het verkeer. Die bypass die bouwen we hier nog langs de bestaande ring heen, vanaf het zuiden naar het noorden. Dan kunnen we de bestaande ring afbreken. Dus we gaan het linkse viaduct hier afbreken en de nieuwe verdiepte ring bouwen. Het verkeer blijft rijden op dat rechtse viaduct en het nieuwe viaduct dat we gebouwd hebben. En als de nieuwe verdiepte ring klaar is, hè, dus dit afgebroken is en we hier de nieuwe verdiepte ring hebben gebouwd, dan kunnen we het rechtse viaduct plus die nieuwe bypass afbreken en de omgeving verder afwerken. Die bypass die is nodig, die zal dus langs de bestaande ring worden gelegd. Die is nodig omdat we bouwen in... nieuwe infrastructuur bouwen in een zone met bestaand verkeer. We kunnen het verkeer helaas niet wegtoveren. Het is een drukke verbinding. Maar met de bouw van de bypass willen we er alles aan doen om dat verkeer maximaal op het hoofdwegennet te houden, om zo het onderliggende wegennet niet te veel te belasten. Op die manier kunnen we ook extra ruimte creëren voor de werf, waardoor onze bouwtijd verkort kan worden. En zorgen we ervoor dat er een stabiele verkeerssituatie is en dat we het aantal fases van de werken beperken. Die bypass, langsheen die ring, die hier dus nog volledig zal naast komen te liggen, die zal ervoor zorgen dat we enerzijds drie rijstroken naar het noorden hebben en dan op dit viaduct gaan dan drie rijstroken naar het zuiden en het linkse viaduct wordt dan afgebroken. De bypass komt ongeveer op dezelfde hoogte te liggen als de huidige ring en er komt voor die omgeving ook heel belangrijk geluidswering op van 4 meter hoog in de zones met bebouwing. En daarnaast zal bij het gebruiken van die bypass zal de snelheid op de ring beperkt worden tot 70 km per uur. Wat logisch is, want we werken natuurlijk met versmalde rijstroken. En we moeten ervoor zorgen dat dat verkeer vlot blijft rijden. We creëren dan eigenlijk een situatie zoals nu op linkeroever. De op- en afritten van de bypass komen overeen met de huidige op- en afritten. Dus dat betekent dat we in het complex Merksem ook op- en afritten voorzien voor het verkeer van en naar het zuiden, zoals we dat nu vandaag al in de nieuwe verkeerssituatie voorzien hebben, met wel de bedenking het verkeer van en naar het noorden gaat via de Noorderlaan. In het complex Deurne bouwen we aan de bypass ook een afrit naar de Bisschoppenhoflaan en de Schijnpoortweg richting Sportpaleis hier. En de oprit zal gebeuren via de Noordersingel en een nieuwe oprit naar die bypass. Globaal komt het erop neer dat we dit voorjaar al heel wat voorbereidende werken zullen doen. We zijn ook volop bezig met de voorbereiding van de vergunningsaanvraag voor die bypass. En we verwachten dat we begin volgend jaar kunnen bouwen aan die bypass. Eind 2024, 2025 kunnen we de bypass in gebruik nemen. En dan starten we met de afbraak van het linkse viaduct van de bestaande ring. En dan kunnen we die verdiepte ring bouwen. En dan in 2029, 2030 gaan we het resterende viaduct en de bypass afbreken, omdat we dan de vernieuwde ring in gebruik hebben genomen. En dan 2030, begin 2031, is de Oosterweelverbinding klaar. Ik heb nog even een filmpje om jullie mee te nemen in het project Oosterweelverbinding. De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse ring rond in het noorden van de stad. De werken strekken zich uit over een lengte van 18,5 kilometer. Op Linkeroever en in Zwijndrecht wordt de bestaande infrastructuur vernieuwd. Aan het knooppunt Sint-Anna komt er een nieuwe tunnel
met een aparte fietstunnel die onder het Sint-Annabos en de Schelde doorgaat. Op de rechteroever kom je aan in het Oosterweelknooppunt, waar je naar de zuidelijke haven en het noorden van de stad kan rijden. Hier vertrekken ook de kanaaltunnels die de Antwerpse ring verder rondmaken. Het viaduct van Merksem wordt afgebroken. Richting Nederland wordt de ring verdiept aangelegd en er komt een groene overkapping aan de Groenendaallaan en een bermenlandschap langs de ring in Merksem. Richting zuiden rijd je met een tunnel onder het Albertkanaal door en ligt de ring verder verdiept langsheen het Looproekdok en onder Schijnpoort. Een groot deel wordt hier overkapt. Zo ontstaat er ruimte voor een nieuw stedelijk plein aan het Sportpaleis. Er wordt ook een groene verbinding gemaakt tussen het Rivierenhof en Hof ter Loo. In 2030 zal de Oosterweelverbinding volledig klaar zijn. De Oosterweel. Ja, u ziet het, hè. Die werken hebben natuurlijk heel wat impact. We gaan er alles aan doen om de hinder zoveel mogelijk te beperken tijdens de werken. En we monitoren voortdurend het geluid, het grondwater, de bodem enzovoort. Maar uiteindelijk heeft het tot doel, de Oosterweelverbinding, om met het rondmaken van de ring ervoor te zorgen dat die infrastructuur veel vlot en veel veiliger is, met minder kans op ongevallen. En we maken tegelijkertijd van die werken gebruik om die omgeving veel aangenamer te maken om te wonen en te werken. Tijdens onze werken zorgen we er ook voor dat de fietsinfrastructuur verbeterd wordt. Alle informatie, alle beelden die ik getoond heb van het nieuwe ringpark Groenendaal en de verkeersafwikkeling daar, die vind je terug op onze website. Ga zeker eens kijken naar onze projectatlas op onze website. Daar kan je alle toekomstbeelden terugvinden, dus dan kan je zien hoe het in de toekomst gaat worden. Heb je nog vragen, dan kan je via onze website ook terecht op ons meldpunt. En ik wil nog eventjes mijn huisfotografen danken voor de beelden te bezorgen van de werf. En dan heb ik nog een laatste item en dat is een fotowedstrijd. Dat is een fotowedstrijd van de Grote Versnelling. De Grote Versnelling is een samenwerking van verschillende Vlaamse overheden. Het departement Mobiliteit en Openbare Werken samen met de gemeentebesturen, de provinciebesturen enzovoorts. En zij ondersteunen ideeën, initiatieven van het maatschappelijk veld, van bedrijven, scholen, verenigingen, om ervoor te zorgen dat de fietsinfrastructuur in Vlaanderen eigenlijk verder verbetert en eigenlijk versneld wordt. Vandaar de naam De Grote Versnelling natuurlijk. En die samenwerking wil de Vlaamse fietsinfrastructuur in de kijker zetten met een fotowedstrijd. En die fotowedstrijd is gericht op functioneel fietsverkeer. Dus echt op dat woon-werkverkeer, dat recreatief verkeer. Minder op het de grote wielergroepen die in het weekend gaan rijden. Maar echt op ik gebruik de fiets voor naar mijn hobby's te gaan, naar mijn werk te gaan, naar school te gaan enzovoorts. En de oproep is om jouw foto binnen te sturen. En wij willen daar graag nog een extra toevoeging aan doen. Fiets je op onze infrastructuur, onze fietspaden, fietstunnels, fietsbruggen, toekomstige fietsnelwegen of maak je gebruik van onze fietsenstallingen? Stuur dat dan in naar www.degroteversnelling.be/fotowedstrijd. De wedstrijd duurt tot 30 april, dus dan kan je je ideetjes eraan toevoegen. Ik wil jullie alvast een paar tips meegeven. Dit is de fietsbrug over de E34 in Waaslandhaven-Oost, met een mooi zicht op de industrie achteraan. We hebben hier een nieuwe fietstunnel onder de Kluifrotonde die al in gebruik genomen is. Een tijdelijke fietstunnel aan de Charles de Kosterlaan onder de werftoegang naar de Scheldetunnel. En in het verleden, sommigen zijn dat misschien vergeten, maar hebben wij ook de nieuwe IJzerlaan fietsbrug over het Albertkanaal geplaatst. Dus het zou leuk zijn dat jullie sowieso deelnemen aan de fotowedstrijd, maar dat je er ook nog een Oosterweelkantje aan geeft.
En dit was aan de Park & Ride linkerover, waar we ook een fietstunnel hebben en een fietsenstalling in de Park & Ride. Dat was het voor vanavond. In de zone hier achter mij zal er aanstaande vrijdag een nieuwe verkeerssituatie zijn. Je zal dan komende vanuit het zuiden niet langer de afrit kunnen gebruiken die nu rechtstreeks richting Groenendaallaan richting Kinepolis gaat. Je neemt de afrit Merksem de eerste afrit Merksem naar de Groenendaallaan en die hebben we uitgebreid zodanig dat je links kan afslaan richting Kinepolis. Dit was het voor vanavond. Ik dank jullie opnieuw voor het kijken en tot volgende keer. Tot ziens.